De directie van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij NV, de SLM, heeft middels een persbericht aangegeven verbaasd te zijn over de informatie verschaft tijdens de persconferentie van de Bond Personeel SLM. De directie benadrukt dat er geen individuele belangen worden behartigd, slechts het algemeen belang in het kader van het verder herstel en voortbestaan van de vliegmaatschappij. Bondsvoorzitter Marcia Klumper gaf tijdens de persconferentie aan dat er veel problemen zijn binnen het vliegbedrijf en dat het erop lijkt dat er alleen aandacht is voor de operations, terwijl er nauwelijks wordt omgekeken naar het personeel. Klumper benadrukte dat er niets mis is met het herstellen van het bedrijf en juist te hopen dat de SLM blijft voortbestaan. Echter zou de werkwijze verkeerd zijn. We zouden maken van het personeel. En dat is ook de roep die we elke keer weer hebben gedaan richting de directie. Maar ik denk meneer Kerk heeft het mooi verwoord. Wanneer we de Kamer uitlopen, dan worden er plotseling andere besluiten genomen. Je maakt hele goede afspraken en waarschijnlijk wanneer die worden voorgelegd, veranderen de inzichten. Ik weet niet in hoeverre men ervan doordrongen is dat als je gemotiveerd personeel hebt, dat je betere bedrijfsvoering hebt. Omdat men heel snel de keuze maakt voor operatie en niet voor personeel. Klumper onderstreepte dat de directie niet op de hoogte is van de gesprekken die de bond heeft gevoerd met het heel bedrijf. De vuile was buiten hangen is niet gezond. Vandaar dat de voorzitter hoopt op een gesprek met de directie op kort termijn. Wat we willen is dat men het roer omgooit. We willen daadwerkelijk betrokken worden als die industriële partner in die gezondmaking van het bedrijf. We willen niet bedreigd worden door geen enkele RVC, president, commissaris, directeur, onderdirecteur. We gaan het niet accepteren. En we dagen ze uit. Dit bestuur, deze shopstewards. We hebben 10 schone vingers. En als men vindt dat er stof is, vanwege het feit dat we kritisch zijn, laat men. Wat wij meemaken daarbinnen is niet eenvoudig. Alle zaken die ons naar onze hoofd geslingerd worden, de manier hoe men denkt om te springen met het bestuur, we hebben bewezen dat we een trouwe partner zijn. Eerder vanmiddag heeft de bond haar algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur wilde niet veel prijs geven, maar gaf wel aan dat de bal op de helft van de directie ligt. Het bestuur wacht op een uitnodiging voor een gesprek om te komen tot een adequate oplossing.